Yo, kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en dat is niet lief. En ja, dit is episode 3 van mijn Minecraft Triple Survival met 2 Total Dub Faces. Total Dub Faces, stel jullie zelf even voor. Hallo, ik ben Jeroen. Ik ben van Gratis Game TV. Ja. Hallo, ik ben Jordi. En Jordi is... Oké, ik zal hier niet op gaan beginnen, maar... Gewoon even de vraag, hè. Wat? Ja, wat voor naam is dat? Wat? Jordi. Ja, Ronald. Gewoon een vraag. Het is niks beledigend of zo, maar gewoon een vraag. Van, hoe kom je op die naam? Weet ik veel. Oh my god. Wat een boss cave is dit. Ik heb al gold en everything. Die wil ik nog hebben, misschien diamonds. Oh, als je het over de duvel hebt. Ja hoor, je hebt alweer diamonds. Ik heb heel veel goud en daar ben ik blij mee, want dat vind ik leuk. Ik vind goud en volk me echt zo'n gold miner. Zit je in mijn cave of zo? Ik zit in jouw cave, ja. Oh my god. Ik ben naar jouw cave gelopen toen ik de tijd had. Ik hoop dat je het niet al te erg vindt, maar ondertussen heb ik al je diamonds al weggemined. En ja, voor de rest... Oh mijn god, ik moet editen. Oh mijn god. Al te veel toe te voegen. Even kijken. Ja, maar ik heb serieus allemaal al gold en alles, maar... Ik heb ook heel veel gold. Maar niet. Wel eens. Niet dus. Diamonds! Fuck jou. Hacker. Diamonds! Hacker. I have seen diamonds! Yeah! Buddy. Ronald gaat los. Yeah. Oh my god. Diamonds. Gewoon diamonds. Ben je nu blij? Ja, ik ben heel blij. Ik ben een heel blij meisje. Ik heb diamonds. Yeah! I'll be back. 1, 2, oh my god, zijn dit 8? Oh my god. Nee, het als zijn je de er 10. 8 hebt, dat is wauw. Het zijn 8. 8 zijn er zoveel, dat is zoveel geluk. Wauw. Wauw. Wel, GG voor jullie deze playthrough, jongens. Ik kom straks met full diamond aan en ik maak jullie hartstikke dood. GG. Dus ik zit op battle level. Is dat, want we zijn geen vijanden, toch? Yes! Waar? Diamond. Maar niet. Jawel. Maar niet. Sorry. Maar niet. I'm sorry to inform you that I have as well found my diamond. Kut. Waar dan als ik dash CI doe? Dan kan je de kleren krijgen. Nee, dat doen we niet. We gaan niet zo erg trollen. Dat is een beetje te Dat is echt gewoon te erg. Dat is te erg. Ja, Ronald, niet zo erg doen. Ja, Ronald. Ja, Ronald. Oh, ja, durf je. Ja, oh, Jordi. Zo blij nu. Durf je, Ronald? Ik ben zo blij nu. Hoeveel diamonds heb je dan? 5. 5? Dat is genoeg voor 1 pickaxe en gewoon een zwaard. Dat is awesome. Nou, ik zou hem eerder gebruiken voor de chat table. Kijk, ik heb genoeg voor een pickaxe en een chat table en een zwaard. Ja. Auw! Sinds wanneer blazen creepers jou echt 30 kilometer verderop? Als hij nu doorgaat, ik ga zo hard lachen. En geloof me, Ronald heeft echt een epische lach. Level 15, bitches. Ik ben level 20, bitch. Hey. Table, dat is mijn eerstvolgende doel. Wat? Enchanting table is mijn eerste. Ja, ik heb al 51 iron. GG. 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 Jij bent echt een hardcore miner gewoon. Nee. Heb je ingediend hoe rijk deze cave is? 5 meter lopen, ik heb alweer 20 iron gevonden. Idee. Ik heb gold en alles, mijn Jezus. Jouw Jezus? Ja, mijn Jezus. Jezus je doet mijn Jezus, tuin. Man. Niet mijn, racistisch bedoeld. Mijn tuinman is Jezus. Ik volg je niet helemaal. Jongens, Thor doet mijn afwas. Jezus doet mijn, die maait mijn gras. Het is niet beledigend bedoeld ofzo. Of nee, dat niet. Het is gewoon, dat zeker niet. Nee, echt niet. Serieus niet. Straks hebben we echt een hele grote probleem. Nee, dat is echt niet slecht bedoeld. Serieus. Ronald weer, hè? 47 kool. Kan toch anders. Ik moet nu nog obsidian vinden om te minen. Oh, kijk, obsidian.
potten naar de Nether. Hakke. Ga je eerst naar de Nether? Maybe. De Nether staat uit. Nee, grapje. Misschien ga ik naar de Nether. Oh, dat was hilarisch geweest. Had je hem eerst als obsidiaan moeten laten hakken en zo. En dan vervolgens zeggen, hey, waarom doet hij het niet? De Nether staat uit. Fuck you, Johnny. Super rage. Liever niet, Ronald. Rage mode. Activate. Ja, deze wereld heeft echt rijke caves gewoon. Dus, niet te geloven. Ongeloofloos. Mijn inventory zit vol. Dat is pech. Inventory space weg. Diamond weg. Nee, maak dan gewoon een chest. Inventory space weg. Ja, maar dan moet ik eerst mijn chest even weer vinden. En eens even kijken, dus op zich best wel veel. Twee torches hierheen, dan moet ik hier naar boven. Ik doe het voor het XP dan. Dit keer heb ik gezorgd dat ik absoluut gewoon goed mijn torches en zo bijhoud. Kijk, dan heb ik hier, en dan moet hier ergens mijn furnace staan zometeen. Ik ben zo gedisoriënteerd, maar daar gaat niet om. Dat is pech. Ja. Yep. Nou ja, dan klein probleempje om de weg terug te vinden. Ach ja. Jullie, niet jullie, maar mijn publiek. Kijk, ik heb iets cools. Oh. Klote skelet. Het vernietigt alleen mijn frames per seconde, dus ik ga het weer even terugzetten. Oké, dat is beter. Met fraps kun je wel met het dingetje opnemen, hè? Ja, ik ga het ook maar eens even doen in de volgende episode. Ja, maar dan heb je hele slechte audio bij, dat weet je. Nee, valt op zich wel mee hoor. Alleen de audiobanen zijn iets minder. Gaan we dan een einde maken of hoe lang zijn we al bezig? Nou, we kunnen nog wel even door in principe. En ik zoek mijn furnace. Hier is het. Oké, weet je wat? Ik ga even iets anders zoeken. Kijk, 25 iron. Jongens, ik heb een stack met iron. Geweldig, hè? Goed. Waar moet ik al die zooi laten? Oké, wood tools weg. Stone tools weg. Mijn jezus. Heb je alweer? Ja. Even kijken, deze kan weg. Laat ik niet mijn chest echt wel mee. Zet de resources in. Even kijken, stomme deur kan wel weg. De ook. Wat is het meest epische wat jullie ooit hebben meegemaakt? Wat ik heb meegemaakt ooit een keer? Het epische wat ik ooit heb meegemaakt. Ja, ja. Ik weet al iets. Nou. Ik werk in de Jumbo. En ik moest de potgroenten spiegelen. Zo even potjes hakken en zo. Ja. En jongen, het verhaal wordt nou al te episch, joh. Ja, nee, echt. Ga, neem even, als je staat, ga zitten, want dit wordt hem, hoor. En toen viel zo'n potje en dat is altijd hartstikke veel werk om dat op te ruimen. Er is altijd heel veel gezeik en zo. En hij viel dus en in het midden van de lucht wist ik hem op te vangen. Dat vond ik wel erg episch. Dat is het meest recente epische dat ik even zo snel kan verzinnen. Het is misschien niet zo episch als jullie ooit verhalen hebben. Wauw. Sowieso niet, maar gewoon wauw, Jeroen. Nou, nee, daarom moest je al gewoon gaan zitten, want het feit dat je gewoon helemaal teruggeplaatst. Waarom zou je een filmpje kijken en staan? Wat? My god, Jari! omdat je de was aan het doen bent en dan moet je staan. Ja, en dan kijk je YouTube, hè? Ja. Dan heb je je laptop op je strijkplank gezet. Oké, dat zie je. Dat is altijd wel reden. Oh, just stop. Ja, je hebt overal wel redenen voor. Oké. Nou, even diamond tools gaan maken. Lijkt me wel zo handig. Is dat... You. Zo, dat is één diamond pick. En één diamond sword. Hoe lang nemen we op? Nou, in ieder geval, we gaan hier een eind op rijden. Ja, inderdaad. Dus jongens, ik heb diamond tools. Yeah, buddy. En ik ben ongeveer
Nou, een half shake aan het worden hier dus. Ja, willen jullie wat zeggen voordat we gaan afsluiten? Klik even op het groene duimpje en abonneer. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer, jongens. Check de kanalen in de beschrijving en dan spreek ik jullie later. Later, mensen.